ik zie mijn gast al wachten. Dus ik ga snel verder. We zijn trouwens in Oerlo. Hey, Marloes. Ha, Anita. Ah, hi, welkom. Ja. Welkom in een mooie Oerlo. Ja. Oerlo. Als Oerlo, zo kan ik het ook. Als Oerlo, ja. Want ik vind altijd, als je Oerlo ziet staan, zeg maar, dat is eigenlijk Oerlo. Of zeg het gewoon Oerlo? Ja, ze zegt gewoon Oerlo. Oerlo. Ja, ja. Heel vaak vragen ze mij, als ze dan belt iemand vreemd of zo, dan zeggen ze, wat is het nou? Dan zeggen ze Oerlo. Dan zeg ik het altijd tegen Oerschot. Ze zeggen ook geen Oerschot. Nee, dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Dus nee, dat is Oerlo. En in dialect noemen we het Oerlo. Oerlo, zo ken ik het eigenlijk ook. Ja. En nou staan we eigenlijk al meteen hier op het Dorpsplein, is het toch? In het hart van Oost-Oelderen, inderdaad, staan we nu meteen op het mooie Hofplein. Dat we in 2014 samen met het dorp helemaal gerenoveerd hebben. Hier stond vroeger de oude boerderij van Heijse Fik. En op een gegeven moment is Heijse Fik en zijn vrouw die zien naar Van Rui verhuisd. De boerderij is helaas gesloopt, want het was ook wel een heel mooi pand hier midden in het dorp. Het had hier heel de tijd een grasvlakte gelegen. Op een gegeven moment zien de handen ineengeslagen door alle dorpsbewoners. We hebben alle acties gehouden. En met die acties hebben we hier het mooie dorpsplein kunnen aankleden, kunnen maken. En wat we nu mee bezig zien, nog 6, 7 jaar, is de banken zien wel wat vervallen. En we willen eigenlijk een opfrissing van het plein. Dus daar gaan we nu acties voor houden om dat wat mooi op te zetten. En wordt hier dan ook wel eens een feestje gegeven? Of wordt er een tent naar gezet voor een feest? Ja, ja. Hier had, toen het eigenlijk net klaar was, zien hier de jubileumfeesten van de slagwerkgroep geweest. En elk jaar was het hier de kermis, Oelerse kermis. Okay. En gelukkig zelfs afgelopen jaar met corona ook hebben we toch een kermis kunnen halen. Ja. Helemaal coronaproof. Helemaal coronaproof. En gelukkig mogen we van de gemeente ook gewoon echt het plein afzetten. Dat het ook kindveilig is. Dat de ouders lekker bij de kroeg, bij de terp, op het terras kunnen zitten. Die geven een muntje gewoon lekker naar de kermis toe. En ja, dat is gewoon prachtig zo. Ja, heel goed. Ik zie daar meteen een autobedrijf staan. Zullen we dus even naartoe lopen? Ja, vind ik een goed idee. Ja. Oerlo heeft ongeveer 1180 inwoners. Tenminste, per 1 januari 2020. En een oppervlakte van 938 hectare. Het gebied rond Oerlo was in de steentijd reeds bewoond en heeft een rijke geschiedenis. De eerste geschreven stukken waarin de naam Oerlo voorkomt stammen zelfs rond 1300. De bebouwing in Oerlo is bijzonder divers en het dorp leent zich zeker voor een heerlijke wandeling. Is Oelder ook zijn dorp? Zo ons kent ons ook een beetje? Ja, Oelder is echt wel ons kent ons. En ons werd het van ons. En weten we het niet, dan vragen we het wel. Maar daar haal ik eigenlijk ook wel van. Want gewoon die spontaniteit en die openheid, dat is toch gewoon mooi. Dat heb ik veel liever dan dat mensen achter hem zitten van, wat zullen we er aan de hand zien? Nee. Ja. Gewoon lekker open en samen. Ja, nou is de kroeg helaas dicht, maar als het café open is, gewoon lekker aan de tap een pilsje drinken. En dan maakt het helemaal niet uit bij wie je kunt staan, want ze maken plaats en je mag erbij. Oh, leuk. Ja. Maar dan had je hier eigenlijk de hoofdweg die richting Ostrom gaat. En dan had je meteen een autobedrijf. Ja. En huurt dat er ook bij? Ja, dat huurt er ook bij. Ja, toch? Dat is de showroom. Oh, ja. En ze hebben eigenlijk een werkplaats achter en ze hebben een showroom. Het Oelderen verder ook nog veel andere bedrijven. Ik weet dat ons pap altijd daarachter piepers ging halen. Ah ja, Piet Kruisters. Piet Kruisters. Ja, dat is inderdaad wel de erpenboer van Oelderen. Zijn broer Jos had nog steeds de groentewinkel er tegenover in de schuur. Goed, dat is ook weer het ons kent ons. Hè? Hij had een groentewinkel, je loopt er lekker binnen en... je komt er ook weer even iemand tegen. We hebben een ondernemersvereniging samen met Kaastrui. Mm-hmm. En daar zien op dit moment 60 ondernemers lid van. Maar Oelderen alleen heeft meer dan 100 ondernemingen in hun dorp zitten. Dus ja, dat komt er eigenlijk op neer dat één op de vijf panden eigenlijk wel een onderneming in zit. Of een klein nijatelier bijvoorbeeld op de leng tot een coaching... een personal coaching tot een groot rundveerbedrijf, een tomatenkweker, een zorgboerderij voor ouderen, maar ook één voor minder valide. Ja, wat dat betreft hebben we gigantisch veel diversiteit hier in Oelderen. Oelderen is het oudste kerkdorp van de gemeente Van Rui eigenlijk. Hè. Het was van oorsprong een eigen gemeente, een zelfstandige gemeente. En op een gegeven moment zijn die samengegaan.
In 1794 bezat de familie Schellaert van Gijsteren de heerlijkheid Oerlo. En werden er nog grenspalen gezet tussen Venray en Oerlo. Kort daarna werd Oerlo bij de gemeente Venray gevoegd. Ja, dan gaan we eens eigenlijk richting die kant, want dat was de Nebowiek. Ja, aan de kant hebben we de Nebowiek, richting de kerk ook. Inderdaad, en voordat we doorkomen, dan zien we aan een keer de kerk, ja, met even tegen de zon in kiekend. Ja, ja. Nee, daar hebben we inderdaad de kerk, een monumentaal pand. Wat gelukkig nog wel iedere week in dienst is. Dat is mooi, hè? Ja, als we die kant oplopen, kunnen we misschien iets dichterbij even kijken. Naar de vuur op de hoek ligt de rouwkapel. Oh ja. Kom in. Ja. Ja. Ja, goed, hier staan we bij de Oelderse kerk. En we hebben afgelopen jaar een paar keer gehad dat ze vanuit de fanfare hier in de kerktoren zien staan, vanuit de muziekvereniging, het dorp moed toe te zingen, te speulen, zeg maar. Maar in het begin van de coronatijd hebben we gezamenlijk vanuit het dorp coronavlaggen laten besteld. En iedereen die mooie coronavlaggen op laten hangen. En zeker vanuit de senioren huurden we even, nou, dat geeft echt wel een steun. Op een gegeven moment zei de muziekvereniging, zullen we eens met z'n allen Oelderen in het dorp gaan doen? Nou, dat is echt een kippenvel moment. Hè? Daar stonden er boven, overal de straat stonden muzikanten in de verdeuren. En boven de kerktoren, ja, dat is echt, echt super. En afgelopen carnaval, ja goed, helaas, er was geen carnaval. Nee. Maar de carnavalsvereniging is de carnavalsvereniging die als ze toch bedenken van, ja, we moeten toch iets van het dorp doen, hè? Want we hebben ook een maatschappelijke insteek. Toen hebben ze ook weer een paar muzikanten de kerktoren in. En die hebben samen Oelderen in dorpje gedaan. Ja, dat is gewoon super mooi. En met Koningsdag, het Wilhelmus met z'n allen. Dus ja, dat is wel echt super. En dan zie je ook de saamhorigheid binnen een dorp. Hè? Want iedereen staat dan in die deuren te kijken en te zwaaien. En toch wel een beetje voorzichtig met elkaar toe gaan. Maar wel op wel afstand. Samen. Ja, ja. Ja. Ja, je zet twee dingen. De fanfare, dat is ons genoegen. Ja, ja. Daar ken ik er wel een aantal van. Ook echt een goede fanfare hier in de regio. Ja, ja. Ja, dat is een koninklijke fanfare. Ze zijn ook een paar keer Nederlands kampioen geweest. Mm-hmm. Dus daar zijn we natuurlijk ook wel heel erg trots op dat ze het samen zo mooi en zo goed doen. Ja. En de carnavalsvereniging, de Spurrymuk. Wat komt dat vandaan? Spurry is een gewas. Wat vroeger de koeien aten. Okay. Dus eigenlijk was heel vroeger hieten de vereniging mangelwortel. Mangelwortel? Mangelwortel. Een soort biet, zeg maar. En in 1933 is het de spurrymuk geworden. En dat komt eigenlijk van het gewas spurry. Wat hier in Oelderen heel goed verbouwd kost werden. Wat de mukken, dus de jong koeien aten. Mm. En daardoor komt spurrymuk. Ja, en dan staan we hier dus bij de kerk. Ja. Nog even over de kerk. We hadden het er net al over dat er iedere week nog in dienst was. Nou, ja. Dat is eigenlijk nog best wel positief. Ja. Voor de kerk. Gebeurt er eigenlijk, worden er ook nog concerten gegeven en dan even buiten de coronatijd, zeg maar? Ja, buiten de coronatijd doet in ieder geval de muziekvereniging zeker één keer per jaar een kerstconcert. Ja. Dus daar zit de kerk ook gewoon bomvol. Dat doen ze zeker ieder jaar een keer. En ze proberen dan even ook wel een keer een concert te geven. Maar het kerstconcert is eigenlijk best altijd wel in de kerk. En hadden hier in Oelderen ook nog koren? Ja, ik had een dameskoor en een herenkoor nog. Ja, goed. En wat gebeurt er verder in de kerk? De communie, het vermsel, de afscheidsdiensten natuurlijk, de jubsels. En dan hebben we hier links was eerst de doopkapel. En die is ongeveer 17 jaar geleden, die is komende zomer 19 jaar geleden, het laatst in gebruik geweest. Okay. Dat weet ik toevallig, omdat mijn dochtertje een van de laatste is die daarin gedacht is. Maar daarna had hij een paar jaar leeggelegen, totdat drie duif van Uitvaart, Duivenkraai, zei, die zitten ook hier in de straat, kan ik dat pand niet gebruiken voor rouwkapel. Een blik in de geschiedenis leert ons dat in het jaar 1635-36 de pest heerste. Volgens een relaas van pastoor Johannes Malitoris
Opgeschreven in 1717 zouden er in 3 maanden tijd wel 205 mensen gestorven zijn in Groot en Klein Oerlo. Aan de pest en aan de rode loop. Nou, dit grote aantal is waarschijnlijk wat overdreven, maar dat er in de periode veel meer sterfgevallen waren dan normaal is wel duidelijk. Ja, hier zie ik toch wel wat jaren geweest. Ja? Ja, die ging van wel het muziek geleerd. Ja. Ja, ja, wel. Had heel veel muzikanten opgeleid. Ja, en nog steeds, hè? Ja, en nog steeds. Ja, en zijn zoon is ook heel actief erin. Ja, Rob, is ook jaren dirigent geweest van de jeugdfanfare. Dus had eigenlijk het kleine Gerut van Oelderen allemaal aan de omgeving wel opgevoed, inderdaad, wat muzikaliteit betreft. En je doet eigenlijk ook alles, hè? Dus ik zat er zelf met klarinetles, maar normaal kwam altijd iemand die pianoles had. En ik weet dat er ook trompet kwam en bugel of keyboard. Wat dat betreft is hij heel breed ontwikkeld op muzikaal gebied. En had je gewoon jaren vol lof voor de jeugdvervaring gestaan in Oelderen. Ja. En het is heel mooi dat een klein dorp toch zo'n mooie muziekschool heeft. Ja, zeker. Ja. Is dat waar anders? Okay. Nou, muzikaal dorp hier. Goed. Daar hebben we straks al gehoord. Hè. Als we kijken hoeveel leden dat er muziek maken of hoeveel dorpsbewoners. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Oké. Dan gaan we nou richting, wat was het ook alweer? Kerk? Kerkhoek. De woonwijk van Oelderen. Kunnen we hier net achter Crescendo kunnen we het doodlopend petje in, of het petje inwandelen. Kun je te voet wel door, met de auto niet. Dus dan wandelen we mooi die kant even op. Top. Goed, we staan hier in de eerste nieuwbouwwijk van Oerlo, de Kerkhoek. Hier in de Kerkhoek sinds in 2011 begonnen met starterswoningen bouwen. Dat is de vuur aan. Dat is helemaal achter in de hoek, inderdaad. Waar we net ook langs gelopen zien, daar zijn ze toen begonnen. Het zijn 2-laagswoningen, zeg maar, appartementjes. Of ja, starterswoningen, seniorenwoningen, net hoe je het zelf in wil delen of wilt zien. Daar is toen ook de eerste rij neebouwwoningen gekomen, zeg maar vrij sectorwoningen die daar gebouwd zijn. En langzaamaan is er nou eigenlijk in 19 jaar terug hier dat hele hoek, hele gebied voor gebouwd. En ze zien nou hier achter ons, zien ze ook aan het bouwen nog. En als we dan langzaamaan zo richting Vitelia gaan kijken, die kant op, dan zien we daar een neebouwwoning. Maar we zien ook Vitelia, de fabriek, de voederfabriek liggen. Ja. En voor Vitelia zien we eigenlijk een heel stuk braak liggen. En daar komen de ganzenwoningen te staan. Hier? Op dat grasveld had Koolhout had er een plan voor uitgezet. En er was binnen 2 weken was gewoon de inschrijving vol. Zo. En op dit moment is er nog 1 van de 201 kab in mijn blote hoofd nog vrij. En de rest is allemaal al verkocht. En dus, zien dat dan mensen die in Oerlo wonen en in Oelderen willen blijven wonen? Het mooie van het COLA-plan is dat op het hele plan 1 Oelderse komt en de rest allemaal mensen die Oelderen zo prachtig vinden dat ze de kamer komen. Dat is kei mooi toch? Ja, zeker. Ja. Ja, ik was even vergeten dat de trein hier ook door Oelderen heen komt eigenlijk, hè? Ja, de trein komt hier al jaren door Oelderen heen. Vroeger, we zien door de Oelderse halte, vroeger was dat het station van Oelderen, die stopte. Ik heb zelfs de trein net aan, hè? Dat zullen we net zien. Ja, precies. Als mam zou je zeggen, dat kan direct voor het spoor staan. Maar goed. Hier hadden de Oelderse halte even uit. En die, dat was vroeger was het station. Toen stopte zelfs de trein hier in Oelderen. Echt? Ja. Dus toen was het gewoon echt het station van Oelderen, zeg maar. Waar de trein, waar de mensen gewoon op kosten stappen. Dus ja, dat is nou de luxe zien, hè? Zodat gaan. Het is ook heel lang nog traditie geweest dat Sinterklaas met de trein naar Oelderen kwam en dan hier bij het station uitstapte. Maar op een gegeven moment, qua veiligheid, mocht Sinterklaas moest je van een andere manier komen. Ja. Ja, nu ligt de Vitelia-fabriek aan de rand van Durp. Ja, die ligt al jaren, ik durf niet te zeggen hoe lang. Maar ja, goed, er staat samen trots op 100 jaar Vitelia, dus ik vermoed dat fabriek hier nou ondertussen ook ongeveer 100 jaar ligt. En Vitelia doet er alles aan om het dorp te ontzien. Ze liggen wel aan de rand van het dorp, maar het vrachtverkeer, dat werd echt allemaal om het dorp heen geleid. Dus die gaan hier meteen het spoor over. En dan bij voorkeur recht door
richting de A73, zeg maar. En dat we zo min mogelijk overlast van het vrachtverkeer hebben. Want ja, ik probeer de deur natuurlijk zo verkeersveilig mogelijk te houden. Maar niettemin zijn we wel trots dat je eigenlijk een van die oude voederfabrieken wel in uw dorp hebt liggen. Mm-hmm. Zeker. Ja. En dan hadden we een regio business center. Ja, het regio business center, dat is eigenlijk de Oelderse halte, zeg maar. Wat vroeger het vroegere station, daarom heet dat de Oelderse halte. Daar hebben ze omgebouwd naar een kantoorcomplex. Dus naar een business center, zeg maar. Waar dus meerdere bedrijven in gevestigd zijn als een salarispoint, een SUMA, dus een verzekering, een personeelsvoorziening, een administratiebureau. Die hier dus hun kantoor hebben en van hieruit werken. En ja, goed, sinds kort hebben we ook een bloemenwinkel. Op steenworp afstand van ons hier, chic. Ja, dat is gewoon hartstikke chic dat Oelre chic bloemen heeft nou. Ja. Nou, ik leer nog eens wat van Oelre, want dit ken ik nog helemaal niet, dit stukje. Ja, een mooie verborgen stukje Oelre. Ja, we staan nou, net hebben we bij de Oelderse halte gestaan. En nu staan we bij de kleine halte. De kleine halte is het kleine clubgebouw van de senioren, van de KBO'ers. Die gaan elke week hier jeu de boule. En ja, goed, het is gewoon, er staan banken bij, ze kunnen lekker buiten zitten, ze kunnen hier een koffie zetten. Er zit een wc in de kleine halte. Maar goed, ze kunnen hier dus ook heerlijk gewoon hun balletje gooien, net wanneer ze zin hebben. En ook wanneer de KBO het organiseert. En op de achtergrond zien we het spultuintje. Ja. En bij het spultuintje, ja goed, daar kunnen de kleinkinderen lekker spelen. We zitten hier ook echt in de hoek bij de seniorenwoningen. En ik weet vroeger toen is oma hier woonde, toen gingen wij ook al hier in het spultuintje spelen. Oh, dan bestaat dat al een aantal jaren, hè? Ja, ik denk deze woning in de jaren 80 zijn die gebouwd. Ik was in mijn klein hummelke. toen gingen we hier al in het spultuintje spelen. En door de tijd heen werden die spultoestellen natuurlijk een keer vervangen. En op dit moment zien we met de gemeente vanuit de dorpsraad mee bezig om te kijken welke spultoestellen er vervangen moeten worden. En om te gaan kijken waar in het dorp komen de spultoestellen dadelijk terug. Wat mij opvalt, Anita, is dat gele ding hier. De korfbalclown. De korfbalclown. De korfbalclown. Oh, dat is onder ook eigenlijk een beetje bekend, hè? Korfbal. Korfbal, ja, we hebben een goede teams, hè? Ja? Ja, ja. Nee, we hebben, ja, dit is de korfbalclown. Dus hier kan de jeugd er lekker met hun balletjes oefenen met korfballen, zeg maar, als ze aan het spelen zien. Maar Oeler is ook zeker bekend om SVC, ja. Vroeger Dissa. Door inspanning sterk, maar die inspanning is er nog steeds. En nu zien we samen het Kastrui door inspanning sterk. En is het SUC, sportvereniging van Oerlo Kastrui geworden. En dat is ook, zo heet ook de voetbalclub, toch? Ja, 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 en ook de tennisclub, dat is allemaal SUC. Dat is SUC, allemaal SVOC, ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus dat is, ja, dat is heel mooi. Ja. Maar we verder hierbij staan, we gaan het straks over de fanfare, over de jeugdfanfare en zo. En het millennium... 2000 had de jeugd van Vaar hier de Bruine Beuk geplant. Een mooie millenniumboom. Dat is een flinke boom al. Ja, die zijn 21 jaar al flink gegroeid, hè? Inderdaad. Ja, ja. Hier op de achtergrond gaan we een bloemenweide samen met IKL maken. En daar willen we ook fruitbomen gaan planten. Ja, dat is ook wel een stukje bijdrage aan... de vergroening van ons dorp. Mm-hmm. En niet de verglazing of verstening, maar ja, we vinden het belangrijk dat ons historische dorp ook groen blijft. Ja, goed, de wortels blijft zoals hij van oorsprong ook is. Yes, nou, dan gaan we verder. Ja, helemaal goed. Welke kant gaan we op? Als we het volgende paadje komen, dan kunnen we langs het eerste geboortebord wat er nou nog staat. Oké. Okay. Gewoon even kijken waar, waar de kindjes geboren zien. Nou, Anita, vijf kinderen geboren in één strot. Ja, als we het over leefbaarheid in Oelre hebben, dan is dit toch wel het teken dat de mensen met werkende leefbaarheid. Ja. Ja, goed. Dit is wel echt de primeur hier bij Owen, want Owen is gisteren geboren, gistermiddag om 2:00. Maar goed, de andere kindjes zijn inderdaad ook in de laatste paar weken geboren. En dan hebben we één strot van Oelre, vijf kindjes, 3 meiden en 2 jongens. Buiten de bouwde komen zijn er ook nog een paar geboren in dezelfde tijd. Dus
Ja, dat is, daar zijn we heel trots op, ja, dat de jeugd meedenkt aan de toekomst van Oelderen. Het zit hier wel goed en die hebben niet stilgezeten in corona, denk ik. Dat was geen 1,5 meter afstand. Nee. Nee, maar dat is gewoon keimooi. En een paar jaar terug zijn we met de basisschool Oelderen-Kastrui gefuseerd. Was echt een top idee. Prima, goed gedragen door alle ouders ook. In Kastrui zijn veel kinderen geboren. Oelderen ook. En ja, goed, het is gewoon voor de hele leefbaarheid naar de toekomst toe is het zo belangrijk. Hè? Want je gaat nou natuurlijk de babyboom. Over 4 jaar gaan ze, over 2 jaar gaan ze naar de peuterspeelzaal. Over 4 jaar gaan ze naar de basisschool. En zo snel ze de basisschool zitten, dan gaat het zo hard. Hè? Dan gaan ze korfballen, dan gaan ze muziek maken. Dan gaan ze bij de schmo, dus bij de jeugdclub. Dan gaat ook verenigingsleven ook wel bloeien. Dus hoe meer kleine kinderen erbij komen, hoe beter en hoe mooier dat gewoon voor de toekomst ook is. Wat zeg je nou, SMO? De SMO, de Stichting Jongerenwerk met Gutes Oorlo, dat is de jeugdclub van Oelderen. Daar mogen de kinderen bij als in groep 4 zitten. En dan zien ze bij, mogen ze bij tot en met de 16 jaar. Die doen iedere donderdagavond doen die activiteiten organiseren voor de jeugd. Zelfs nou in de coronatijd, nou de jeugd buiten mag sporten, mogen ze gelukkig ook weer een buitenactiviteit organiseren. Dus ze gaan bijvoorbeeld naar het trapveldje een spel doen, of ze gaan een wandeling of een speurtocht. Of die doen iedere week doen een activiteit. En dan aan het eind van het schooljaar, de eerste week van de zomervakantie, gaan ze op kamp. Dan zwaaien ze zondagsmiddags uit bij het gemeenschapshuis. En dan komen ze vrijdagsmiddags gaan de ouders dan de jeugd weer ophalen. Oké. Ja. Dus, nou, leuk. Ja, dus dat is, ja, dit is gewoon belangrijk. Dat dit gebeurt in Oelderen, dat je meer kinderen krijgt, meer leefbaarheid. En met z'n allen blijven genieten ook van het kleingrut. Ja, zeker. Ja. Zeker. Hey, we hebben nog een gedeelte niet gehad, dus daar gaan we nou even snel in. Helemaal goed. En ja, dan gaan we even kijken. Ja, zeker. Ja. Ja, nou zien we bij het gedeelte wat ik ook wel wat beter ken. De linde. De soos vooral zeker. Ja, zomerpop vooral eigenlijk. Ja. Want hier, daar zien ze wel actief ook met. Ja, zomerpop is gewoon een nationaal bekend festival inderdaad. Ja. Ja, ja. Waar gewoon hele beroemde artiesten ondertussen al op de plank gestaan hebben. Natuurlijk hebben ze ook af en toe wel het geluk met gehad dat de artiesten al vroeg geboekt hadden. Een paar jaar later, als ze hier stonden, ze echt kei bekend waren. Ja. Maar ze doen het super. Als ik kijk hoe de jeugd hier dat festival organiseert. Wij zeggen hier in Oelderen al, de Soos is de vijver voor de bestuurders van later. En eerlijk is eerlijk, de jeugd voedt elkaar op. Hè? Mm-hmm. Die besturen samen en die corrigeren elkaar. En die zeggen lachend in een keer van, hé, maar daar ga je zo niet meer te doen. Of had het niet beter zus. Wij als volwassenen voelen ze meteen tegen de schenen geschept en had die jeugd niet. Mm-hmm. Dus het mooie is, die zitten samen te besturen, die voeden elkaar op en later werden ze ouder. En dan zitten diezelfde jeugd die veel in de Soos is geweest, die of met zomerpop georganiseerd had, of in welke commissie ook, hè? Want ze hebben ook een jeugdcommissie, dat ze zelfs voor basisschool kinderen al mee activiteiten organiseren. Het maakt niet uit in welke commissie ze actief zijn geweest. We zien ze bijna al later weer ergens in een bestuur bij een andere vereniging terug. En die zien gewoon in de vijver grootgebracht, noemen wij dat maar. Ja, mooi. Ja, en die blijven eigenlijk ook gewoon hier. Of ze komen terug. Ze komen terug. Als we kijken naar de jeugd, die mogen vanaf de 14 jaar gewoon niet met bardienst draaien. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk kei stoer, hè? Als je 14 ziet en achter die tap mag een storm met bardienst draaien. Ja. Ja, en buiten dat is er natuurlijk ook van alles hier te doen in het MFC. Ja, goed, het is nog geen MFC, hè? Het is nog een gemeenschapshuis, het is in ontwikkeling. We zijn nu al jaren bezig de ontwikkeling te kijken voor de verbouwing. Blijft het gebouw hier, gaan we ergens anders naartoe. Nou, die hele deurslag, die hele deurloop is ondertussen gemaakt. Het gemeenschapshuis blijft definitief hier. Dit pand, dat werd verbouwd. Dus de bedoeling is ook dat hier buiten nog een serre aangebouwd werd. Aan de buitenkant, zeg maar. Mm-hmm. De ideeën zijn ook dat de Soos echt een eigen ingang gaat krijgen. Die gaan nou natuurlijk door het gemeenschapshuis naar de kelder toe. Maar ook toekomstbestendiger kijken van, hè, met een zomerpop, hoe kunnen we dat doen? En met een kermis, als we de kermis erachter hebben staan, of gewoon toch hier neerzetten. Of
Het is gewoon toekomstplannen inderdaad. Ja, dat is gewoon belangrijk. Weet voor het blijven kijken. Ja. Ja. Want buiten ons genoegen repeteert hier ook, hè? Ja. En er zit ook een groot podium in, kan ik me herinneren. Ja, we hebben eigenlijk een week vol, zeg maar, de vaste vereniging in het gemeenschapshuis zitten. Zo is het, ik zal er gewoon even een paar opnoemen die zo te binnen schieten. Op de dinsdagmiddag en de woensdagochtend zit de gym van de KBO. Op de dinsdagavond het eerste jeugdslagwerkgroep en daarna de grote slagwerkgroep. Op de woensdagavond zit één keer in de maand de dorpsraad hier om te vergaderen. En die wisselen ook wel eens af dat ze in de terp gaan vergaderen. Want ja, ook die gunden hun boterham natuurlijk. Hè? Dus daar schuiven ze een beetje in. Op de donderdagmiddag in de wintertijd is hier het kaarten van de senioren. Op de donderdagavond is hier altijd de schmol. Zowel de jongens als de meisjesgroep zit hier. De Adventures, de Gratteren, die hebben hun eigen clubgebouw op de Pauweg. En op de vrijdagavond zit altijd de muziekvereniging hier met de fanfare inderdaad te repeteren. En dan hadden natuurlijk in de wintertijd de carnavalsvereniging die al hun activiteiten hier organiseert. En jullie hadden ook nog een toneelvereniging, toch? Ja, we hebben ook een toneelvereniging. Die hebben hun eigen repetitielokaal. Oh. En op maandagavond zit inderdaad de dameskoor hier met de repetitie. Rest mij nog één vraag voor jou. Ja. Oelderen in één zin. Oelderen in één zin. Gewoon Oelderen leeft. Oelderen leeft. Nou, ja. Kort maar krachtig. Ja, gewoon Oelderen leeft. Maar het omvat eigenlijk wel alles wat je me verteld hebt de laatste paar uur. Ja, dat is ook, we hebben in 2016, ik kan niet ophouden het vertellen hoor. Ja. In 2016 hebben we een nieuw logo voor de Gerpsraad ontworpen. En daar hebben we ook een slogan bij staan, Oelderen leeft. Super eigenlijk om te zien wat hier allemaal gebeurt. En ik denk dat we nog wel uren door gaan kunnen praten. Dus misschien een keer bij een volgende koffie of thee. Ja, vind je een goed idee. Ik zie altijd welkom, dat wet. Hè? Ja, dus, leuk. Ja. Ja. En dan wens ik ook nog een fijne dag. Want we hebben wel echt een mooie dag uitgezocht met heel veel zon. Ja, goed. In Oelderen schijnt gewoon altijd de zon. Ja. Dus geniet er lekker van. Ja, dat zal ik zeker doen. Goed. Nou, dankjewel. Ja, en bedankt. Tot de volgende. Goed, nee, dankjewel. Ja. Hey, doei. Doei. Ja, dat was hem dan. De allerlaatste aflevering van Buitenste Binnen. Dank aan alle dorpen die ons zo hartelijk hebben ontvangen. En dank aan u dat u heeft gekeken. En heel erg graag tot de volgende keer.